De afgelopen maanden heb ik jullie 49 keer een stukje laten zien van de Verenigde Staten. Welkom bij het wonder van 34th Street. En hier komt premier Rutte zo aan met... Ik ben in the middle of nowhere. Het feestje zal hier nog even doorgaan. En mijn concept vanuit Cheyenne, Wyoming voor Elsevier Weekblad. En voor de 50ste keer neem ik jullie mee naar een heel Amerikaanse ervaring. Elk weekend spelen Amerikanen door het hele land de geschiedenis van de burgeroorlog na. Zo ook hier in Gettysburg. In dit dorp in Pennsylvania vond in 1863 de bloedigste veldslag van de oorlog plaats. Maar waar de reenactors vooral mee bezig zijn, is het creëren van de sfeer van de oorlog. Wat aten ze? Wat hadden ze aan? Hoe zag hun uitrusting eruit? En wat deden ze voor de lol? So women would definitely have a matching bodice. I'm wearing grandma's. The fight started. The Union guys, some of them picked up their rifles. And what is this? That is my haversack. Everyone thinks a haversack was for your personal stuff. We lose a very important part of our history that where we nearly destroyed this country, trying to break it in half, and we managed to put it all back together, and I think we're a much stronger nation now than we were even then. I had 8 relatives that I know of that fought in a war. Folks ask us about the uniforms. Are they hot? Yeah, they're very warm, but when you have record of showing that you had ancestors in the war, they did it for the time they were in. Most of my folks was about 3 years, and so for them suffering through the heat and the cold and everything else for the 3 years, I can be uncomfortable for a little time on a weekend. So I hope they're smiling. De traditie begon in de jaren 60, maar het kwam in de afgelopen jaren in opspraak omdat het slavernijverleden van de Confederatie min of meer genegeerd zou worden. Maar deelnemers willen vooral dat de geschiedenis van de oorlog niet uit het publiek geheugen zal verdwijnen. En we kosten vanuit Gettysburg, voor Elsevier Weekblad. Mm-hmm.